Hey Blokken Gamers, welkom allemaal bij een gloednieuwe aflevering van Zilonka. Welkom jongens, leuk jullie te zijn. We worden wakker in een winterachtig tafereel, zoals je kunt zien. Het heeft flink gesneeuwd, dus dat is wel een beetje jammer. Ik pak even de laatste video van dinsdag erbij. Even kijken. Mickey Pool zegt, leuke video weer. Rechts naast de winkel is een weggetje, die kun je beter nemen. Maar dat scheelt een heel stuk rijden. Om naar de soepfabriek te gaan, denk ik. Rechts van de winkel. Dat dunne weggetje. Oké, nou dan gaan we die de volgende keer gebruiken. Dankjewel, Mickey. Even kijken hoor. De aardappelrooien is realistischer dan een bietenrooien om wortels te rooien. Oh, dat zou best kunnen, dat weet ik niet. Volkert zegt bij ons in de server werkt de DLC ook niet. Ja, ik weet niet wat het precies inhoudt, maar... Misschien dat dat nog komt. Theo zegt ook, waarom rij je helemaal om via die weg naar de zoekfabriek als je het paadje langs de winkel neemt, is veel korter. Ja, weet ik veel, dat daar een paadje loopt. En ja, MP de Leeuw zegt, je zegt bij elke video de plaatje, maar het is de premium expansion. Ja, dat weet ik, maar ik haal ze alle twee elke keer door elkaar. Dus ik noem het tegenwoordig maar gewoon Zilonka, dan kan er ook niks fout gaan. Bert zegt, bij mij werkt het rooien helemaal niet. Bij mij werkt de rooi helemaal niet op werken. Die doet heel vreemd. Dat is foutblok. Geen wortelsrooien met een bietenrooien. Pastinaak kan nog wel. Oké, dus ik moet de volgende keer... Dan doen we dat de volgende keer. Dan gebruiken we nou die machine nog wel eventjes. Want die hebben we nou nog steeds staan. Dus dan moet ik de volgende keer moet ik de aardappelrooien gebruiken. Om het wat realistischer te maken. Ja, dat is goed. Maar het is nou behoorlijk... Ja, het is behoorlijk sneeuwachtig, dus we kunnen nou niet zo heel ver. Anders skippen we natuurlijk gewoon even de dag. Maar als het goed is, is de zeter ook klaar met het zaaien van... Of het poorten van aardappels, dus dat gaat ook de goede kant op. Het lijkt wel de echte wereld. We hebben afgelopen dagen natuurlijk ook heel veel sneeuw gehad. Niet zoveel als dit. Maar ik hoor geen gekraak van sneeuw, of ligt dat nou wel mee? Ben ik nog aan het vliegen, nee toch? Ik weet het niet. Kijk, hier zijn aardappels, die zijn aan het groeien. Alleen het nadeel is wel dat ik het nog niet heb bemest. En ik kan het ook niet zien of het bemest is. Dus ik zal wel met een trekker eventueel kunnen gaan bemesten. Maar het ziet er een beetje weird uit met dat sneeuw. Dus ja. Hoe gaan we dat doen? Eerst moeten we deze eventjes legen. Want die aardappels hebben we niet meer nodig. Waar staat mijn muis? Hallo, muis. Daar is die. Ik zat helemaal mijn muis te zoeken. Dus hier laden we even de aardappels uit. Ik weet niet of we dan zaad krijgen of aardappels. Geen idee. En ik wil eigenlijk, als het even kan... Kun je die niet legen? Nee. Oké, dat is jammer. Nou, dus hebben we wel 1142 liter dat is wel een beetje jammer, maar goed. Het is niet anders. Dan doen we die weg. Terugbrengen. Alright. Want ik wil eigenlijk een nieuwe ding voor de koeien, voor de kippen, want... het levert gewoon niet genoeg op. Het levert veel te weinig op en ik weet ook niet of ik nog een beetje een goedkope heb voor de kippen of zo. Ik heb er wel genoeg, zoals je kunt zien. Hier heb je bijvoorbeeld eentje van 5000. Er gaan 40 kippen in. En hier gaan 80 kippen in. Deze gaan 500 kippen in. Dat kost 10.000 euro. Dat kunnen we eventueel ook nog wel gaan doen. Chicken coop is 15.000 euro. Ja, deze, daar gaan we 20 kippen in. Maar dit is gewoon zonde. Dan kunnen we beter... Moet ik even kijken. Hoor. Hier gaan 360 kippen in. Die kost 9.000 euro. Hier gaan 500 kippen in. Deze hebben we in dingen gehad. Dus ik denk dat we deze hier gaan plaatsen. Maar daarvoor hebben we eerst wat anders nodig. Het is alleen, moet ik alleen even kijken, want als het goed is, kunnen wij namelijk met behulp van een CSZ modpack, kunnen wij de kippen in een mandje stoppen en dan hoeven we ze namelijk niet te verkopen. Ik moet alleen even kijken waar het ook alweer zat. Dus dan kunnen we beter hier naartoe gaan. En dan moet het ergens achteraan staan, denk ik. Hier zo. Kijk, cage. Nee, dat is hem niet. Ik moet die andere hebben. Even kijken waar die staat hoor. Er zijn zoveel dingen. Kijk, Smart Stack Cage. Er kunnen 360 kippen in.
Ik weet alleen niet, voor mij is dit een pallet fork of niet? Ja, dus dit is een pallet fork, dus die kunnen we gelijk gaan gebruiken. Dus laten wij dat ding gaan aanschaffen. 1500 euro, we kunnen hem ook gaan huren, maar dat doen we niet. Dan pakken we eventjes de Nieuw-Holland. Dan koppelen wij dat ding aan en dan kunnen wij namelijk de kippen eventjes in de tussentijd even in die cage zetten. En dan kunnen wij er een nieuwe ding eens neerzetten. Dan kunnen we de kippen gewoon overplaatsen. Dat werkt een stuk makkelijker. Ik weet niet precies hoe dat ding werkt. Moet ik dat gewoon... Ja, gewoon zo. Alright. Heel lastig te zien. Even wat lampjes aan. Nou, we hebben in ieder geval... ik weet niet of hij helemaal goed is, maar hij zit erop. En dan kunnen wij hier de kippen eventjes inplaatsen. Is maar voor heel even. Kijken hoor, als het goed is moet dat werken. Ik wil er niet, natuurlijk niet waar die trigger zit. Smart stack cage. Ik wil ze er allemaal in hebben. Allemaal. We kunnen toch 360 kippen in, dus op zich. 4. En dan 6. Alright, hoeveel eerder zit hier nog in? 338 liter, nou dat is op zich geen probleem. Zoals je kunt zien zitten hier de kippen in. En de keukentjes. En de haan. Die zitten hier allemaal in verstopt, zoals je kunt zien. Ja, dat is leuk. Oké, maar dan moet ik eerst even deze verkopen. 14.000 euro. Nou, dat vind ik dan best netjes, moet ik zeggen. Dan doen we eerst even deze aan de kant. Want anders kost het ons eten. En dan, ja. We zetten deze maar gewoon weer zo meteen terug. Zo. En dan zetten we die ene neer. 500 kippen is wel heel veel hoor, maar... welke... Hier kunnen 360 kippen in. Die kost ook 9000 euro. Dat is ook niet zo heel gek duur. Dus als we deze nou zo neerzetten. Een beetje op de plek waar die ook heeft gestaan. Zo. Dan moet het denk ik wel goed komen. We kunnen, want ik weet niet hoeveel eten hierin gaat. Maar we hebben natuurlijk ook deze. Maar er gaan 500 kippen in. En er gaat van met 10.000 liter eten in. Dat hebben we toen aangepast. Maar ik denk dat ik dit wat leuker vind. Dan hebben ze ook een hutje waar ze in kunnen. Ik weet niet of ze erin gaan en of we erin kunnen. Maar we plaatsen deze gewoon. Iets meer naar achteren. Zo. Hoppakee. Kijk, nou hebben we dus hier hebben we een nieuwe plek voor de kippen. Kunnen wij ook daar naar binnen? Ja, ik denk het wel hoor. Ja, dit... Maar kijk, dit is toch leuk. Dit is toch leuk dat je de kipjes hier kan zien. Zitten ze lekker droog. Lekker hoor. Goed, dan moeten we alleen even de zetel even aan de kant doen. En dan verplaatsen wij de kippen hier naartoe. En dan hebben we zelfs nog geld over ook nog. Nou, wat wil je nog meer? Dan moet ik even kijken, moet ik daarheen? Wacht, laten we deze eerst even terugplaatsen. Ik weet niet of dit dan verder gaat. Ik leg hem gewoon hier neer. Grote vraag bij Erlingrad. En dan denk ik dat we gewoon gaan slapen hoor, want ja, met die sneeuw kunnen we niks. Zo. Die mogen daarheen. Die mag ook daarheen. Maar dan kunnen we tenminste wat meer kippen kwijt. Dat is toch wel prettiger dan maar 20 kippen. Dan kunnen we 360 kippen kwijt. In plaats van 20. Hartstikke leuk. Nou, en als het goed is, kijk, nou zijn de kipjes dus hier. Het is alleen wel, ja, 300 liter voer zijn we wel kwijt. Maar goed, het is niet anders.
Dan liggen we de eerste alle. Want we moeten echt iets van een gerstveld of zo hebben. Want anders blijven we maar van die dingen kopen natuurlijk kwijt. Dat is ook niet helemaal de bedoeling. Maar goed, hebben we in ieder geval 1500 liter aan eten. Ik hoor dat dat voorlopig voldoende is. Maar nou kunnen we tenminste wel gewoon wat meer kippen kwijt. Hè? Dat is ook wel fijn. En meer eieren dat geproduceerd wordt. Dus daar doen we het voor. Dus dan zetten we die cage zetten we wel gewoon hier neer. Zo duur was die toch niet. Weet je wat? Want dat ding gebruiken we toch niet. Doen we het mooi zo. En dan denk ik dat we eerst gaan slapen. Want ja, het kost wel een bult geld elke keer. Want die machine moeten we natuurlijk ook betalen per dag. Maar als wij elke keer die dat ding moeten, opnieuw moeten huren. Ja, dat werkt gewoon niet. Dus dan doen we het zo. Dan doen we het zo. Dan wachten we eventjes. En dan hoop ik dat de sneeuw een beetje weg is. Zodat wij misschien de rode bieten kunnen rooien. Maar als het goed is, kijk, moet je kijken. Huurkosten, voertuig, lening, leenrente. Ja. Oké, de sneeuw is nog niet weg. De aardappels zijn wel aan het groeien, maar waarom... Waarom staan ze nou in één keer weer deze kant op? Of lijkt dat zo? Oh nee, dat lijkt zo. Maar we moeten nu echt eerst dit veld even bemesten, want anders wordt het niet wat. Hebben wij überhaupt een kunstmestrooier? Ja, hebben we. Oké, dan pakken we de Nieuw-Holland weer eventjes. Want het is zonde als we de aardappels natuurlijk niet bemesten. Eigenlijk ben ik al te laat. Maar ja, we kunnen niks meer doen met die sneeuw. Het is nou eigenlijk nog niet helemaal goed hoor, om nou te bemesten in de sneeuw. Maar ja, het is even niet anders. Zo. En dan hopen dat die sneeuw zo snel mogelijk weggaat, want ik denk dat we die rode bieten binnenkort ook kunnen gaan rooien. Ugh. Ja, maar nou kan ik tenminste wel een beetje de aardappels zien waar ze zijn. Ik kan niet zien waar ik ben geweest, maar... Staat die wel op de grootste breedte? Nee. Nou wel. Zo. Ik kan het niet zo heel goed zien, maar we doen het maar even op de gok. Dan is het in ieder geval 50% bemest. Dan hebben we in ieder geval toch iets meer wat we kunnen doen. Want voor mij kan die machine ook de aardappels rooien. Dus we hebben daar geen andere machine voor nodig. Dus we moeten nog wel even een paar keer moeten wel even volhouden. En hopelijk dat de soep ons mooi wat oplevert. Maar als het goed is, de soep gaat natuurlijk nou ook gewoon verder. Waarom? Wat is dit? Waarom is dat... Ja, het zal wel. Oh ja, dat de soep natuurlijk ook lekker zijn gang gaat. Dat we dat lekker kunnen gaan verkopen. Want ik ben wel benieuwd hoeveel ons dat gaat opleveren. Die aardappels. Want dat kunnen we goed gebruiken. En dan wil ik eigenlijk nog een extra veld met gerst. Want we hebben nou natuurlijk... ik weet niet hoe lang deze serie doorgaat. Maar we focussen ons nu momenteel gewoon lekker op de nieuwe DLC. Dus alle nieuwe producten. Dus eigenlijk moeten we ook die ingeblikte groenten moeten gaan kopen binnenkort. Maar ja, de kippen gaan natuurlijk ook verder. Dus we moeten ook gerst hebben. En als we nou nog een extra veld kunnen hebben met gerst. Ja, dat zou natuurlijk top zijn. Zo. Sneeuw. Glibberen en glijden. Zo. Want ons grasveld hebben we natuurlijk ook nog. Ik denk dat ook wel klaar is om geoogst van. Maar ja, we hebben natuurlijk ook geen maaien, dus dat is ook een beetje jammer. Waar staat het trouwens in de sale? Wel een hele, hele mooie oprapwagen. Maar daar hebben we het geld niet voor. Die nieuwe van de Hay & Forage Pack. Deze is wel vet hoor. Deze is echt gaaf. Deze is heel gaaf. En hij kost gewoon 62% minder. Niet dat we het nodig hebben, maar... Hier, deze staat er ook in, van de Premium Expansion. Dat is ook een nieuwe cultivator. 550 pk. Die trekkers hebben we niet. En alles van die hem, maar die hoeven we niet te hebben. Kijk, het gras is klaar om geoogst te worden. Dus dat kunnen we ook gaan maaien. Hoe is het met de rode bieten? Ik denk dat die ook wel bijna klaar zijn, of niet? Ik denk het wel. Ze zijn 50% bij mij,
zouden wij nou nog met de Nieuw-Holland nog een keertje kunnen gaan bemesten? We gaan het gewoon proberen. Niet helemaal de bedoeling met dikke banden doorheen, maar ik hoop dat het nog werkt. Want het is nu 50% bemest. We hebben hem net weggedaan, dan pakken we hem weer. Zo. Ja, en ik zag dat er ook een update was van het Twine mod. Dus dat je ook nu touwen nodig hebt voor de balenpers. Niet dat we hier balenpers hebben, maar ik kan me nog herinneren dat ik daar best veel problemen mee had. Dus ik weet niet, ik wil dat eigenlijk best wel weer gaan gebruiken. Want ik vind dat wel leuk. Want het is natuurlijk wel gewoon realistisch dat jij touw moet hebben voor je balenpers. Dat is natuurlijk logisch, want anders kunnen de balen natuurlijk niet in elkaar worden geflanst. Dus, alleen ik had daar toen heel veel problemen mee. Dus heb ik hem er toen uitgegooid. Maar er is nou weer een update gekomen, zag ik. Dus misschien moet ik het maar weer eens een keertje gaan gebruiken. Oké, wacht even. Ik zit nog wel kunstmest, maar werkt het? Ja, het werkt. Nice. Dan gaan we het even bemesten. En dan zouden we eigenlijk de aardappels ook nog een keertje moeten doen. Staan we dan in de sneeuw in de rode bieten? Ja, dat is natuurlijk wel een beetje nadeel. Omdat we natuurlijk geen seasons aan hebben, dan zie je natuurlijk wel veel sneeuw waar het eigenlijk niet hoort. Dus dan kan het zomaar zijn dat je in de sneeuw aan het oosten bent. Dat is ook een beetje vreemd. Anders moet je elke keer meer rekening mee houden. En nu kunnen we gewoon zaaien wat we willen. En dat is wat prettiger. Maar is er überhaupt een gerstveld? Voor mij voor ons, wat is dat? Veld 88 is volgens mij gerst. Of niet, als ik dat zo zie. Maar ja, dan moet je dat nou oogsten. Dat is ook niet helemaal de bedoeling. Eigenlijk. Maar we moeten echt eten hebben voor de kippen. Dat moeten we echt hebben. Maar goed, dan zijn in ieder geval de rode bieten ook volledig bemest. En dan wil ik eigenlijk nog eventjes kijken bij de soepfabriek of we daar al wat soepen hebben staan. En daarna gaan we wel gewoon weer slapen, want ja, we kunnen toch verder niks. En we zijn van de week, Jeffrey en ik zijn van de week teruggegaan naar Farming 2011, Farming Simulator 11. En dan konden we nog niet slapen, dus en de maximale snelheid van de tijd was 120. Dus het duurde enorm lang voordat de tijd door was gespoeld. Maar daar is het wel zo, het groeiproces was per uur en niet per maand of per dag. Dus het was, als jij bijvoorbeeld aan de linkerkant eerder was begonnen en aan de rechterkant, dan was de linkerkant al één groeistadium verder en de rechterkant niet. Maar het was wel leuk om er weer even terug naartoe te gaan. We gaan daar binnenkort gaan we ook terug naar Farming Simulator 15. Gaan we daar even checken. Want ja, 17 wil ik ook wel terug naartoe gaan, maar dat werkt niet bij mij op de een of andere manier. 19 kan ik ook nog een keertje terug gaan. 8 en 9 heb je ook nog, maar ja, daar zit geen multiplayer in, dus dat is een beetje jammer. Dus dan doen we lekker Farming Simulator 15. Dat gaan we ook binnenkort doen, dus als je er zin in hebt, kom zeker een keertje langs. Want dat is leuk. Oké, hebben we soep of hebben we geen soep? Jazeker hebben we soep. Sterker nog, we hebben morgen veel soep. Oh, wat erg. Oh, het valt meer. We hebben 3000 liter aan wortelsoep en 2000 liter aan pastinaaksoep. Hoeveel zit er ineens zo'n pallet aan? 2000 liter. Dat is best netjes. En hoeveel levert ons dat op? In maart is de beste maand. Als het nou verkoopt, krijgen we nu 34.197. En het is nou groen. Dus eigenlijk zouden we het nu ook gelijk moeten gaan verkopen. Dus laten we dat gelijk even doen. Dan pakken wij wel weer de Nieuw-Holland. Maar dan moet ik wel even een platte wagen hebben. En anders huur hem nou eventjes. Want even kijken hoor. Dan moet ik een balenverzamelaar. Dan wil ik eigenlijk, als het even kan, een autoload hebben. Maar wij hadden een hele goede autoload. Maar ik weet niet meer welke. Voor mij was dat deze. Maar daar staat alleen balen op. We moeten het wel huren, want we kunnen het niet. Autostock trailerpack. Farmtech DPW. Autoload. Autoload. Volgens mij moeten we deze hebben.
Het is dezelfde, alleen hier staat de Autostock Trailer Pack en hier staat de FarmTech DPW 1800. Dat is ook autoload, maar ik denk dat we deze nodig hebben. Kijk, staat er ook bij. 120, 244, 120, 180, 242, 238, 150. Europellets hebben we nodig. Fluid tanks, big bag, pellets, big bag. Europellets overload, umbilical hose. Europellet with double length. Barrel pellet, fourfold. Europellet, prefab wall. Large, doghouse pellet en metal pellet. Dus deze gaan we huren. Want ja, we hebben geen geld. Maar het levert ons, die passinaaksoep levert ons gewoon 46.000 euro wat we nu hebben, hè. Dus dat is wel heel erg lekker. Ik wil er niet waar we het moeten gaan verkopen, maar dat zien we wel. Dus ik moet dus het weggetje naast de winkel hebben. Nou, dan gaan we het eens even bekijken. Zo, dus dan moet ik dit weggetje hebben. Want dat is korter. Oké, nou, dan gaan we eens even kijken. En dan moeten we daar straks naar rechts. Ja, dat is wel wat korter inderdaad. Oh. Wat doe je? Hoezo draait hij hier om? Reden is allemaal verkeerd. Dan moet ik het tweede weggetje hebben als ik het goed heb. En dan komen we zo bij de soepfabriek uit. Ja, dat is wel korter inderdaad. Oké, mooi. Goed, dan moeten we hem eventjes op... Oh, we hebben er ook een camerasysteem op zitten. We hebben maar één... ja, we hebben één achtercamera. Oké, even kijken. Wij moeten loading type Euro pallets. Dat klopt. Want dit zijn Euro pallets. Dus als we nou B drukken... Kijk, dan worden ze allemaal opgeladen. Ik weet niet... Hoeveel we nog hebben? Wortelsoep. Oké, maar waar moeten we het dan verkopen? Shell at Erlengrad. Maar Erlengrad is natuurlijk weer die stomme trein. Denk ik. Pastinaaksoep. Erlengrad. 36. Ja, dat is wel een groot verschil. Dat was die trein toch, Erlengrad? Trein huren. Graanpoel Oost. Wacht even. Oké, dan moeten we even hier naartoe. Dan wachten we even tot het trein er komt. Zetten we dit vast. En dan draaien we en dan gaan we naar de trein toe. En dan hebben we onze eerste soepen wat we kunnen gaan verkopen. Nou, als het goed is kunnen we hier naar links. Zo niet hebben we een klein probleempje. Hier moeten we naar links en dan komen we bij de winkel uit. Oh, de weg is hier afgesloten. Ja, we moeten hier toch naar links. Is dat het einde van de map? Oh, is dat het einde van de map? Ja. Het einde van de map. Ah, het is wel leuk dat ze dat er zo hebben gedaan. In plaats van in één keer van die rare, stomme kruisen. Dat ze het gewoon hebben afgezet. Dat is ook wel leuk. Als het goed is, staat de trein te wachten. Want ik weet alleen niet waar deze pallets op moeten. Want dit is de echt... Ik zweer het, jongens. Dit is de allereerste keer dat ik in heel farming... Wat ik heb gespeeld, dat ik pallets verkoop met de trein. Ik heb dat nog nooit gedaan, dus ik heb geen idee waar ze op moeten. Maar ik denk op de platte wagen. Dus want dat is voor het hout. Dan heb je het graan. Maar we moeten volgens mij de platte wagen hebben. En die kunnen we dan ook, die shortbandjes kunnen we dan ook vastmaken. Dacht ik. Dus als ik nou hierin ga zitten. Oh. Waarom mag ik de trein niet in? Dan moet ik dus een heel eind... Hij moet helemaal op die achterste trillen, dacht ik. Ja, stop maar. Voor mij hoor, dat weet ik niet zeker, maar dat denk ik. Ik weet niet waarom ik er niet in mag, maar... Goed. Dus. Oh, ik moet ze eerst even afladen, denk ik. Zo.
Dus ik denk dat ik ze hier op moet zetten, hoor. Kan ik die dan vast? Ja. Oké, okay, nice. Ik hoef ze ook niet netjes erop te zetten natuurlijk, maar... Als ze allemaal maar goed vastzitten. En als het goed is, krijgen we hier dus, wat zou het zijn? 70.000 euro of zo? 80.000 euro voor een paar blikjes soep? En daar doen we het voor, hè? Zit die nog echt vast? Oh, dan gaat er weer 10.000 euro. Oh, domme. Zo. Ja, deze kan ik dus niet meenemen, maar... Hide collision, ja. Dank je. Zo doen we dat, hè? Dan doen we shift H en dan doen we de collision weer terug. Restore. Zo. Niks aan de hand. Doordat ik de collision heb weggehaald met de objects hide mod, kon ik hem pakken, omdat de collision weg was. Wat goed. Maar toch zijn dit best wel wat pellets, hoor. En geen nagen hoeveel we nog kregen. Dat is wel lekker. Maar dat mag ook wel. Zo. Oké, dan moet ik dus in de trein. Maar kan ik ook naar boven voor Erlingrad? Ja, ik kan ook naar boven. Het maakt eigenlijk een zak uit waar ik heen ga. Zitten ze vast? Toet toet. Want ik heb geen zin dat mijn passionaatszoek wordt niet geaccepteerd. Nee, dat wil ik. Als het goed is, zitten ze vast. Of flikken ze eraf? Wacht even, volgens mij zitten ze niet vast. Wacht even. Help, ik ben mijn soep kwijt. Ik druk op L. Hoezo zit mijn soep niet vast? Zit me niet uit te lachen. Ben ik nou soep kwijt? Hoezo werkt dat niet met een trein? Ik dacht, ik druk op L, dan kan ik gewoon gas geven. Oh, dan moet ik helemaal dat stuk terug. Maar ik zie nog geen verloren pellet met soep. Dus dat zal wel goed weer. Nee, oké. Okay. Top, dan lopen we weer terug. Dus ik zie geen pellet met soep. Als jullie het zien, moet je het zeggen, maar ik zie niks. Nog niet, in ieder geval. Wel even kijken of al het soep goed vast zit, want anders ben ik sowieso weer alles kwijt. Zitten ze vast? Ja, ze zitten vast. Nou. Ik kan er niet instappen, dus moet ik even zo doen. 10.000, 12.000, dat klopt. Hartstikke idee. Nou, dan op naar Erlingrad. En dan lekker verkopen die zooi. Oh, dat werkt wel, maar ik had natuurlijk de verkeerde... Ja, ja. Ik had de verkeerde aanstaan natuurlijk. Ik heb het verkeerde geselecteerd. Ik ben zo benieuwd hoeveel geld we krijgen. Drie, twee, één. Ja. Succes met je soep. 57.000 euro. Jongens, wat goed. Dat we zoveel geld hebben gekregen, joh. Nice. Alright, dan rijden we nu terug. En dan denk ik dat we eventjes gaan slapen. Want we kunnen nu toch niks. En dan denk ik dat we de rode bieten kunnen rooien. En ik denk dat we deze gewoon terug gaan kopen, hoor. We hebben nu geleased en ik heb de lease to own mod heb ik aanstaan. Dus we kunnen hem gelijk overkopen en dan hebben we ook geen lening meer. Want we hebben nou toch genoeg geld. En ik hoop eigenlijk dat we dan nog hier van dit geld ook nog eventjes een veld kunnen kopen. Misschien het veld met gerst. Ik weet alleen niet of dat natuurlijk nog doorgaat in verband het natuurlijk kapot gaat. Ik weet niet hoe lang dat er al staat. Dus... Het is eigenlijk gewoon puur wachten totdat de sneeuw weg is. En dan kunnen we wel gaan oogsten. Dus we kunnen het risico nemen om dat veld te gaan kopen. En dan hopelijk te kunnen gaan oogsten. Of we kopen het veld wel gewoon. Maar het kan ook zijn dus dat het gerst doorgaat. Dan moeten we het zelf opnieuw inzaaien. Dat is op zich ook niet zo'n heel groot probleem.
Maar dat we in ieder geval weer genoeg gerst hebben voor de kipjes. Omdat we nu ook een grotere kippenren hebben. Dus we rijden nu terug naar huis en dan gaan we eens even kijken wat, hoeveel dat veld gaat kosten. Kijk, we hebben hier een veld met haver. Oh, ik dacht dat dit gerst was, maar dit is haver. Dus die hoeven ze sowieso niet te kopen. Maar hier, dit veld is al ingezaaid. Veld 54. En het is 50% bemest. Dus we zouden dit veld kunnen kopen. En hebben we toch weer een klein beetje extra tarwe. Want dat is in principe al ingezaaid. Dan hebben we nog hier veld 86. Hier zit pastinaak in. Dat is 100% bemest. Maar zijn er nog meer velden met eventueel gerst? Ja, veld 56 kunnen we kopen. Veld 54 kunnen we niet kopen. En dan hier bovenin. Dit is wel een heel lang ding. Kubo Sopka. En deze kost 22.000 euro. Dus ik denk dat we dit veld gaan kopen. Laten we die gaan kopen. Want dan hebben we in ieder geval weer een... het is dan wel tarwe. Geen gerst, maar tarwe. Dus we hebben een extra veld erbij. Daar ben ik blij mee. Dan kunnen we dat tarwe in ieder geval aan de kippen geven. Alleen er moet er wel eventjes een keertje bemest worden. Dus laten we dat ook gelijk nog even doen voordat we gaan slapen. Wacht, laten we even de Fiat ook weer gebruiken. Ik zit de hele tijd in Nieuw-Holland te rijden. Zo. Ik weet niet of het nou werkt hoor. Want het kan best zijn dat dat mens er net kunstmest overheen heeft gezodemieterd. En anders moeten we nog eventjes wachten. En de aardappels moeten we eigenlijk ook nog eventjes een keertje wachten, hè? Want dat is nu ook maar 50% bemest. De rode bieten zijn 100% bemest, maar dus de aardappels nog niet. Zo. Ja, we hebben wel alle velden mooi bij de boerderij. Dat is ook wel fijn. Moet ik zeggen. Oké, werkt dit? Oh. Ja, het werkt. Top. Kijk, wat dan hoeven we eigenlijk niks meer in te zaaien. Dus gewoon wachten tot het klaar is. En dit heeft gewoon een voordeel dat we natuurlijk dat soep kunnen gaan verkopen. Want dan hebben we niet van het veld gekocht. En we moeten zo nog wel eventjes dat ding kopen. Want 57, daar staat volgens mij tarwe op. Het veld is wel groter als 54, volgens mij. Maar ik vind deze ook prima, joh. Ik vind deze ook prima. Want ik weet natuurlijk nu ook, want er kunnen nu veel meer kippen in dat kippenhok, dus die vreet ook meer. Dus we moeten het wel op voorraad hebben. Ik heb de Fiat maar vast even klaargezet. Wat ik nou eerst even wil doen, is deze kopen. Voor 19.000. Dan is die in ieder geval van ons. Maar nou wil ik eventjes de tijd doorspoelen. Ik ga het even zo doen, want dat gaat iets sneller. Dan zit januari 2. Laten we even kijken wat er in de sale zit in de tussentijd. Sproeien. Deze is wel leuk. Maar. Kan. Maar dat is ook een multiplanter mod. Dat is wel heel fijn. Dan kunnen we populieren mee zaaien. Suikerriet en aardappels. Dus dat is ook een mod. Vrachtwagen hebben we niet zo heel veel aan. Dus we laten het maar even zo. De soepen gaan natuurlijk ook als een gek nou. De sneeuw is alleen nog niet weg, dat is wel jammer. Oh, ja, de sneeuw is weg. Dan hebben wij in de sale nou hetzelfde. De aardappels, die zijn nog aan het groeien. Ik denk dat de rode bieten klaar zijn. Oh nee, die zijn ook nog aan het groeien. Maar we kunnen wel de aardappels bemesten nou. Moet hij het wel doen. En dan zijn de aardappels ook 100% bemest. Dus dat hebben we allemaal klaar. Het haver hadden we ook eventueel kunnen kopen, want dat is nog steeds klaar om gehoogd te worden. Ook denk ik dat de kippen geen eten meer hebben. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. Ja, dan moeten we nog maar even een paar van die zakken halen. Zo. Ja, dan moeten we het dan nog maar even doen, want het is zonde als we natuurlijk geen eieren krijgen. Misschien hebben we zoveel geluk dat we zoveel soep hebben dat wij de gehuurde rooien zelfs kunnen kopen. Dat zou natuurlijk helemaal mooi zijn.
Maar dat zal wel te veel van het goede zijn, maar... Wat is natuurlijk nou, die lease-to-own mod, als je dus iets huurt, dan betaal je dus elke nacht, betaal je dus de huurkosten van het voertuig. En elke keer als je dat betaalt, gaat dat van de totale prijs van de machine af. Dus hoe vaak, hoe langer je hem huurt, des te goedkoper is om hem te kopen. Het kost natuurlijk wel geld elke nacht, maar je snapt me. Dus, maar dit veld kunnen wij in principe ook nog wel gaan. Ik denk dat we daar... Eigenlijk moeten we even kijken welk groentegewas het meeste oplevert qua soep en zo. Want nu, we hebben momenteel alleen de soep ding. De wortelsoep is 36, de pastinaaksoep is 35 en de rode bietsoep is 33. Dus de pasti, of de wortels, die leveren het meest op. Natuurlijk hebben we ook nog die ingelegde wortels, is 28. Ingelegde pastinaken 26 en ingelegde rode bieten is 27. Dus die rode bieten leveren op zich ook wel wat op. Ze hebben nog ietsjes eten. Nou, die kunnen we straks wel even halen, want dit veld moet nou eerst even gecultiveerd worden. Dus ik denk dat wij de zetor, denk ik... Ja, laten wij de zetor aan het werk zetten met de cultivator. Eigenlijk zouden we een ploeg moeten hebben. Dat ziet er iets mooier uit. Volgens mij heb ik die lizard. Ja, ik ga die toch kopen, jongens. Het spijt me zeer. Want ik vind dat een fantastische ploeg. En dan doen we die cultivator doen we weg. Want jullie hebben het wel gezien. Als je iets inzaait, is dat heel moeilijk te zien met dat stro. Dus dan kunnen we beter gaan ploegen. En we doen gewoon de 6 meter hoor. De 9 meter is een beetje overdreven. Hartstikke idee. Doen we deze weg. Brengen we natuurlijk naar de winkel, want dat levert ons meer geld op. Maaien moeten we eigenlijk ook nog doen, maar daar wachten we nog eventjes meer. We hebben trouwens ook nog niet in de sale gekeken, hè? Nog even doen zo. Dan mag deze weg, nieuwe lak erop, repareren, levert ons 18.000 euro op. Dat is eigenlijk de exacte prijs van de ploeg. Ja, hier hebben we ook te weinig geld voor. Ploeg. Doe maar... We doen gewoon 20 kilometer per uur, geen verschil. We doen hem in het... Groen. Kopen. Ik hoop trouwens, ik bedenk me nu net, kan die zitter dat wel aan? Als we even een andere trekker ervoor doen. Ah, ik denk het wel. Ik denk het wel. Zo. Dit is zo'n goede ploeg, jongens. Echt, dit is... ik hoop dat die ook straks, als FS22 uitkomt, dat hij zo snel mogelijk terugkomt. Dit ding is geweldig. Oké, dan gaan we eigenlijk gelijk even aan die kant beginnen. We kunnen gelijk even kijken hoe die de heuvel opgaat. Kijk, als we op koersplay gebruiken, dan is er toch niks aan de hand. Want koersplay doet het voor ons. Nou, ik ben benieuwd. Hoe doet de zetor het met de ploeg? Hij zou 20 km per uur moeten gaan. Hij moet natuurlijk nou wel heuvel op. Maar hij doet het prima, dus we zetten gewoon een normale helper erop. Die is wel ietsjes duurder als koersplay. Tenminste, ja, hij doet het. Nice! Hij doet het niet, dus ik zet even koersplay aan. Want ik weet zeker dat het heel veel geld gaat kosten. Want koersplay is goedkoper. Koersplay, veldwerk, zet maar daar. En dan veldpositie is daar. Koppakkers hoeft niet. Omhoog en omlaag. Yes. Ga maar gewoon verder waar je gebleven bent. Hartstikke idee. Nou. Ik denk dat hij hetzelfde reageert als de normale helpt. Maar koersplay is gewoon goedkoper om te onderhouden, zeg maar. Want de chauffeurs hebben van de... Kijk, dat kun je instellen. Kan ik jullie even laten zien.
Kijk, je kunt dus de courseplay chauffeur loon kun je naar 50% zetten. De standaard help is 100%, maar je kunt het naar 50%, maar je kunt hem zelfs ook helemaal gratis doen. Maar dat vind ik ook niet helemaal netjes. Dus we zetten hem op 50%. Dan mag hij hier gewoon verder. En dan kunnen wij hier, denk ik, ja, wat zullen we hier gaan inzaaien, jongens? Laat het even weten. Wat zullen we hier gaan inzaaien? Zullen we hier gerst doen? Of zullen we hier wortels doen? Laat het even weten in de reacties. Dat gaat helemaal goed komen. En dan, deze is aan het groeien. Ja, dan wil ik als laatste nog eventjes. Hoe hard gaat die achteruit? Waarom gaat het altijd zo bokkentraag achteruit? Rijden jij? Dan gaan we even met het autootje. Met het autootje gaan we even wat eten halen voor de kipjes. In de tussentijd. En dat is de laatste. En dat vind ik mooi geweest voor vandaag. Zo. Zullen we 4 zakken doen? Is dat genoeg? Het is best wel duur. Ja, doe maar. Hartstikke idee. Left the course. Hoezo? Oh, ik snap het ook weer niet. Hoezo left the course? Het is toch gewoon hier draaien? Of had ik toch kopbakkers moeten doen? Nee, dat is niet nodig. Gaschim. Goed. Deze laden we in. Oh, oh. Zo, een dikke lek. Wow, yo. Wat gebeurt er? Ik denk dat dat een fout is bij Giant. Zie dat? Zodra ik dit hierin wil laden. Jeemig, wat. Ik heb 23 fps. Hou eens. Dat heb ik nog nooit gezien. Daar heb ik de vorige keer ook geen last van. Dat wel. Nou ja, goed. 4000 liter aan eten. Ik denk dat, ik denk dat die auto niet helemaal goed is of zo. Oh. Wat gebeurt er? Het is echt puur bij die auto dat dat gebeurt. We gooien gewoon alles erin, hoor. We gooien al die 4 zakken gooien we erin. Maar die lijken is niet normaal, moet je kijken, joh. Ik weet niet wat er gebeurt, maar. Maar waarom stopt die achterlijke chauffeur nou elke keer? Hij moet gewoon verder waar hij gebleven is. Hoezo doet hij zo raar? Wat is dat nou? Of had ik toch koppakkers moeten doen? Het zou best kunnen, hoor. Het is gewoon op en neer. En anders gebruik ik, weet je, ik gebruik de normale helpen wel. Dan kost dat maar iets meer geld. Ik denk dat die het wel volhoudt. Ja. Oh. Lek. Oh, what the fuck? Ik heb nog iets vast. Kijk, nu heb ik gewoon 80 fps. Kunnen jullie het even zien? Wel mooi, hè? Zo, die gordel rookpluim daar met die zeertor. Kijk. 80 fps. Hup, 24, 20 fps. Dan zou die auto niet gebouwd zijn voor die zakken? Dat is ook nog kunnen. We hebben zoveel kuikens, dat is niet normaal. We hebben ook al gelijk 100. Die kip die hem, die hebben een party gehad, joh. We hadden eerst maar 20 kip, we hebben nu 100 sum. We hebben nog een fokpartij hier, zo. What the fuck? Maar als die hanen allemaal wat ouder zijn, dan wil ik ze gaan verkopen, hoor. Want, dat vind ik niks. Het heeft iets met die auto te maken. Of, ik denk dat die auto niet helemaal goed is. Ik wil zeggen, misschien is het die, misschien is het die kippenren, maar straks bij de auto ben, dan lijkt hij als de pest. Dus er is iets met die auto. Nou ja, even kijken. Ik wil even binnen kijken. Zie je ze ook binnenlopen? Ik denk het niet, hè. Ik denk dat je ze alleen buiten ziet lopen. Maar goed. De zetor die.
Wat is er in godsnaam, jongens, met deze trekker of met dit veld? Waarom draait hij niet gewoon waar het hoort? Wat is dat nou? Ik was bang dat hij heel het gras van naar de get ging helpen. Maar wat is dat nou? Hij is hier dwars door die... hij is gewoon, hup, zo. Kats er doorheen gereden. En helemaal aan de andere kant van de map uitgekomen. Wat is dat? Nou, ik ben zo bang dat hij door de wortels ingaat. Dus we doen het de volgende keer zelf wel. Ik ben zo bang dat hij zo meteen door de wortels ingaat. Koersplay zou dat niet doen, maar de normale helpen wel. Dus ik laat het mooi, dan doen we het zelf wel. En dan doen we het saaie doen we wel als koersplay zijnde. Dus jongens, ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Mocht je dit een leuke video gevonden, mag je dat belonen met een blauw duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat zeker ook eventjes. Zou ik super tof vinden. En dan zie ik jullie heel graag de volgende keer weer bij een gloednieuwe video. Bedankt voor het kijken, bedankt voor de support en tot de volgende keer. Kalm!